Een cameraman en een presentatrice. Een zomerzonnetje en veel groen. Voeg dat samen en ga op zoek naar spontane ontmoetingen. Mensen jong en oud. Gesprekken in het Maastrichts, Nederlands, Engels, Frans of Duits. Geniet mee van Zomer in het Park. We gingen in het park met de school en toen hadden we water weer weg gaan houden. Is dat al gebeurd of moet dat nog beginnen? Het moet nu beginnen. En doen jullie dit vaker zo hier in het park? Met school of ga je ook wel eens zo met je familie? Met de klas, eigenlijk alleen met de klas, ja. In het weekend hebben we een watergevecht georganiseerd. Hadden we allemaal flessen water en gingen we hier watergevecht doen. Hier in het park? Ja, vorig jaar was dat. Oké, leuk. Wat vinden jullie van het park? Leuk, het water was op. Is het netjes, het park? Ja, dat is heel fijn om ook de voetbal en watergevecht te houden. En wat doe je zelf eraan om het park bijvoorbeeld schoon te houden? Nou, bijvoorbeeld geen plastic in het park gooien en afval en de vuilnisbakken. Dat is wel handig, zo'n tapkraantje hier. Ja. Wat is dat? WML-kraantje, dus voor als je geen water bij je hebt. Kun je lekker drinken en dat is fijn. Kun je lekker drinken en gooien. Ja. Jij bent nog goed nat? Ja, dat komt eigenlijk door Sascha het meest. Dat was het meisje uit de krullen. Die ga jij toch wel even flink terugpakken, of niet? Ja. Nou, doe je best. Ik ga kijken hoe je dat doet. Oké. Waar is Sascha? Hoe is dit? Ja. Hé, meiden, jullie zijn op kamp geweest. Hoe was dat? Dit was meer een kamp van de ouders, zeg maar. Dat de ouders mee konden en dat doen we eigenlijk altijd in de Ardennen. En volgend jaar gaan we weer, omdat we elkaar dan... Want natuurlijk, we gaan naar een middelbare school. En dan is het wel leuk om elkaar nog allemaal een keertje te zien daar. En dan moet je in tenten slapen en zo. Maar soms dan gaan de jongens je tenten zo helemaal losmaken en zo de haringen eraf halen. En dus dat was ook bij ons gebeurd. Toen lag ik nog te slapen. En toen was die tent helemaal zo omgevallen. Dus jullie zitten in groep 8, als ik het goed begrijp. Want volgend jaar is dan middelbare school. En jullie willen dit kamp voortzetten, zodat jullie elkaar weer blijven zien? Ja, en heel veel kinderen gaan dus naar een andere school en zo. En dan is het wel leuk om elkaar dan nog een keer te zien, omdat je elkaar dan toch mist. En vorig jaar was het wel zo, de laatste dag moest iedereen huilen en knuffels geven en zo. Dat was vorig jaar, omdat het is wel zeg maar moeilijk, omdat je 8 jaar bij elkaar en dan haast elke dag hebt gezien. Dus dat is wel lastig. Als je het zo vertelt, word je er nu eigenlijk al een beetje verdrietig van, niet? Ja, een beetje. Want het is toch, het is wel moeilijk. Je hebt wel gelijk. Je bent 8 jaar samen en dan ga je allemaal in één keer een andere weg inslaan. Ja, dat gebeurt natuurlijk met groep 8. Zijn jullie nu met school lekker allemaal leuke dingen nog aan doen, zodat jullie leuk afsluiten? Ja? Ja. Hoe heet het? De eindvoorstelling zijn we mee bezig. Maar het wordt heel saai. Ja, maar we zijn nu bezig met allemaal koffers maken en dat is echt heel leuk. Wat voor koffers? Wat bedoel je daarmee? Dingen die tot nu toe belangrijk voor je zijn. Met dingen die tot nu toe belangrijk voor je waren. Dus dan ga je in principe een koffer vullen? Ja, en ook timmeren en schilderen en helemaal alles mag je er zelf aan doen. En wie vult die koffers dan? Moeten jullie dat bij elkaar doen of vul je je eigen koffer? Iedereen heeft zijn eigen koffer. Oké. Elkaar zetten. En dan mag je het versieren. En dan ook van binnen. En dan daarna mag je er spullen in doen. En... water? Oh, daar gaan we weer, jongens. Dus het wordt een creatieve box, maar ook wel een emotionele. Ja, want op de eindvoorstellingavond dan gaan we allemaal bij een tafel zitten waar je eigen koffer staat. En dan mogen de ouders langskomen en vragen stellen over waarom je iets in het koffer hebt gedaan. Vind ik wel heel mooi, jongens. Toch?
ik ga jullie niet langer storen, want jullie willen gewoon lekker met elkaar tutten. Ik vond het wel heel gezellig met jullie. Jammer dat er geen koffie en thee en taart is. Ik ga nu echt weg. Doei. Ronald, die is voor jou. Wij gaan bettelen. Tot de volgende Zomer in het Park.